Hoi allemaal, ik ben Nicole, grafisch ontwerper hier bij Top Dutch Solar Racing. Op dit moment zijn we heel hard bezig met het bouwen van een zonneauto om over 8 weken al naar Australië te gaan. Daar doen we mee aan de Bridgestone World Solar Challenge. Daar hebben we super veel zin in. En ik mag jullie een kijkje geven achter de schermen. Een van die kijkjes achter de schermen is dus boodschappen doen voor 30 mensen. Want ons team bestaat uit 30 mensen. Het zijn heel veel boodschappen, maar het moet ook gebeuren. Binnen het Solar Team werken we met verschillende scrum groepen. Zo zit ik bijvoorbeeld in het communicatieteam. Dat is ook een team die de organisatie doet of de mechanica of de techniek. En om dat een beetje in goede banen te leiden werken we met scrum. Hier achter mij zie je de scrumborden. En ik geef jullie even een kijkje over hoe het in ons werk gaat. Vandaag was het super lekker weer. Dus konden we lekker buiten zitten. Maar anders zitten we hier gewoon binnen aan het bureau onze week vol te plannen. En Assen om te trainen met het leger. Dat hebben we nu 1 keer eerder gedaan. Dat was super tof. Over hindernisbanen met blinddoeken op. En we hebben echt allemaal coole dingen gedaan. Wat gaan we vandaag doen, Tim? Ja, we weten nog niet. Maar het is lekker warm. Dus het zal me benieuwen hoe het verloopt. Ja, het is super warm. Het wordt vandaag iets van 37 graden. Dus ik... Nee? 42. gewoon overdrijven. 42. 140. Maar we zullen zien. Nou, zoals je ziet zijn we mijn pakje bezakt. Ik heb een overal aangekregen en een gordel om met handschoenen. En ik denk dat we zo meteen gaan klimmen. Super spannend. Jackie? Moet je even kijken hoe hoog. What you gonna do when I say go, you jump or you sit first and then jump?
that's both fine. What's important is that you have long arms and that you brush your hands. It helps with your hands. Oh, fuck. Okay. Oh, nou, zoals je ziet aan mijn knalrode hoofd ben ik net van die megatoren af geweest. Super spannend, super eng. Trillende beentjes, maar wel echt super cool. Hoe ging het bij jullie? Lekker. Ja, prima. We hebben genoten, ik wel. Ik ook. Op naar de volgende. Hoi. Hoe voel je? Ik ben gesloopt. Nou, maar wel energiek eigenlijk. Ja. Het laatste wat jullie zagen was de kabelbaan. Ja. Sindsdien hebben we denk ik nog 5 uur geploeterd en wel lang. De hele middag nog. De hele middag. We zijn, daarna zijn we eerst gaan lunchen. Na het lunchen zijn we weer teruggekomen. Ja. En verder gegaan in de volle zon. Ja, we hebben allemaal verschillende opdrachten moeten doen. Ja. Allemaal te maken met teambuilding. Dus sommige dingen moest je in je eentje doen, angst overwinnen. Andere dingen met z'n tweeën. Andere dingen weer met de hele groep. Ja, klopt. En ik denk dat, nou als ik voor mezelf spreek, veel. Dat is wel waar. Ik denk de groep ook. Ja. De groep heeft ook veel bijgeleerd. En dat is juist de bedoeling ook. Ja. Dat is wel fijn. En nu is het klaar om te douchen en lekker naar huis te gaan. Ik zweet nog steeds. Goedemorgen. Nieuwe dag. Ik en Sarah gaan vandaag naar Herugowaard. En op de terugweg langs Lelystad. Om bij onze partners onderdelen op te halen die we nodig hebben om de auto af te maken. Dus we hebben een flink ritje voor de boeg. Ja? Heb je er zin in? Nog niet. Nog niet? Nog niet. Ik moet nog even wakker worden. Het is nog vroeg. Komt zo wel. Ik update jullie straks. Nou, we zijn net in Herugowaard geweest. Spullen opgehaald. Nu door naar een hele kofferbak vol bankenblad. En dan kunnen we nu door naar Lelystad. We werden net nog gebeld of we ook nog even langs Epe willen. Dus het wordt een mooi ritje. We hebben nog een leuk ritje voor de boeg. Ritje Nederland. Ik stem McDonald's meteen. Deal. Sta je dan op een brug ergens in Flevoland? Batavia-stad is daar. Kun jij natuurlijk niet zien, maar aan de andere kant van de camera. Ergens daar. Nou, we zijn net aangekomen in Lelystad. De onderdelen waren helaas nog niet helemaal klaar. Maar dat heeft ons wel de kans gegeven om even lekker te eten in de stad. En dan gaan we door met onze tocht. Terug naar het bedrijf. Dan naar Epe en dan weer lekker naar Groningen. Zien jullie zo? Daar nou, zijn we dan weer. We hebben het overleefd. We zijn vanochtend om 10 uur weggegaan. Het is nu 6:15. Kwart over 6. Hele route van Nederland gehad, maar iedereen is super blij dat de spullen er zijn. Kunnen we verder met de auto in orde maken. Ja. Dus dat is super fijn. Wij zijn een beetje gaar. Lekker slapen vanavond. En, maandag mogen we weer rijden. Maandag mogen we weer.